Tony Reining, Katwijk wint vandaag met 1-0 tegen Zwaluwe. Het waren jouw laatste meters op Sportpark de Krom vandaag. Ja, nou, twee mooie jaren gehad. En ik denk een mooie wedstrijd gezien vandaag. Dat we goed hebben gevoetbald. We hebben goed druk gezet. En ja, verdiend gewonnen. Aantrekkelijke eerste helft. Tweede helft was wat loutjes, vond ik. Ja, nou ja, ik denk dat de druk zetten iets minder goed ging. En ja, hun kunnen ook goed voetballen natuurlijk. Dus nou, dat zag je ook wel, want ze probeerden ook steeds voetballende oplossing te zoeken. En dat deden ze goed. Maar ja, ik weet niet waardoor het komt. Iedereen verwacht, hè? Quick Boys zit achter bij Xerxes. Dat Zwaluwe toch misschien wat meer gas had gegeven tegen jullie vandaag. Ja, hun kunnen nog tweede worden, geloof ik. Ja, nou ja, jammer voor hun toch. Ja. Hoe voelt het nou, zo voor de laatste keren in het shirt van Oranje-Zwart? Ja, zoals ik al zei, ik heb twee mooie jaren gehad. Degradatie en een kampioenschap. Maar ik denk dat het voor mij goed is om ergens meer aan spelen toe te komen. En wie weet ooit in de toekomst. Ja. Je neemt afscheid met een kampioenschap in de hoofdklasse B, Donnie. Je gaat naar Amsterdam, naar AFC Ajax Amateurs. Was die deal gauw gemaakt met de Amsterdammers? Ja, nou ja, ze hadden al vroeg het seizoen interesse. En ik heb eerst altijd gezegd van nou, ik maak het eerst een beetje goed af hier. En na de winterstop waren we in gesprek gegaan met Katwijk. En waren we beide overeen dat we... Ja, dat het beter was om voor mij ergens anders te gaan spelen en ergens elke week te gaan spelen. En ja, toen meldde Ajax zich weer en ja, dicht bij mij om de hoek. Dus ja, dat was quasi. Ja. Ik neem aan dat je geen clausule hebt opgenomen dat Ajax mocht tegen Ajax degraderen, dat je alsnog wellicht iets anders kan doen. Nee, nee, ja, hoofdklasse is ook mooi. Als je ziet nu de zaterdag hoofdklasse, ja, het is natuurlijk jammer dat je niet in de topklasse speelt. Maar ja, zaterdag hoofdklasse is ook mooi. Weer kampioen worden. Vanavond nog een klein feestje misschien in de kantine. De spelers die weg gaan nemen vanavond afscheid. Ja, we krijgen een afscheid, dus dat is alleen maar mooi, denk ik. En ja, het zal wel een klein feestje worden. Ja. Makkelijke vraag, denk ik, moet gaan toch stellen. Mooiste moment bij Katwijk, de titel tegen ASVA? Ja, denk ik wel, ja. Nou ja, het is mijn eerste keer dat ik kampioen word bij een seniorenelftal. Dus het was sowieso mooi. En als je daar ziet hoeveel mensen op dat stadhuis staan, dat is fantastisch. Dus ja. Dat was denk ik wel het mooiste.